Toen mijn oma doodging. Het is trouwens ook wel typisch, hè, hoe ik niet van mijn familie loskom, hè? Oh, weer over die oma. Maar, nou, daar heb ik wel over nagedacht. Maar, ik had laatst namelijk een keer meegedaan met een programma met verborgen verleden. Nou, lijkt het trouwens net of ik alleen maar mee programma's meedoe. Dat is niet, hoor. Ik doe ook wel eens niet mee. Maar, niet vaak, maar jawel, hoor. Maar met het verborgen verleden heb ik wel meegedaan. Want het verborgen verleden vond ik een leuk programma. Want dan gaan ze helemaal terug naar je roots, naar je stamboom gaan ze helemaal onderzoeken. En dan mag je ook zeggen wat je wil dat ze een beetje uit gaan zoeken. En ik zal eerlijk zijn, ik was in mijn familie op zoek naar iemand leuks. Iemand, ja, iemand, weet je wel, zo uit 1800 of zo. Ik zei van, ga maar op zoek naar iemand uit 1800 of 1700 of zo. Een soort leuke vrouw met karakter, weet je wel. Zo'n typische vrouw had ik leuk gevonden. Zo'n prostituee of zo, weet je wel. Met één been en een papegaai, weet je wel. Zo'n piratenprostituee. Je kent ze wel. En, dus toen kwam die man die dat onderzocht had, die kwam naar me toe, die zei, we hebben Barbara Vlaarhoven gevonden. En Barbara Vlaarhoven was een voorouder van mij. Die woonde helemaal alleen in Loon op Zand, in een veld, in een heel klein hutje. En ze had twee kinderen en geen van die twee kinderen had een vader. Ik denk, bingo, we hebben ons hoertje gevonden, dacht ik. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Want die man die er onderzocht had, die zei van, deze is waarschijnlijk geen prostituee geweest. Ze is waarschijnlijk twee keer verkracht geworden geweest. Door Hollandse soldaten. Ik wist dat niet, maar rond 1775 zette bij Brabanders in huis gewoon Hollandse soldaten neer. Als een soort frontlinie tegen de Belgen. En dan moesten die Brabanders moesten gewoon voor die soldaten zorgen. En die Barbara Vlaarhoven was op haar 22e al wees. Woonde ze alleen in de hutje. En dan kreeg zij gewoon een Hollandse soldaat in huis waar zij voor moest zorgen. En wat die man ook vertelde, wist ik ook niet. Maar in die tijd konden Hollanders en Brabanders konden elkaar echt niet verstaan. Die spraken echt een andere taal. Dus waarschijnlijk heeft Barbara Vlaarhoven wel nee, nee, nee gezegd. Heeft hij niet begrepen? Tot twee keer toe. En ik zei tegen die man die dat onderzocht had, zei ik, maar kan het niet zo zijn? Want ik heb toch een beetje een romantisch hart, dus ik dacht, kan het niet zo zijn dat Barbara Vlaarhoven niet verkracht is, maar dat ze een leuke tijd heeft gehad met die Hollandse soldaat. Kijk, dat die soldaat uiteindelijk terug moest en dat hij de kinderen niet heeft herkend, maar dat ze wel een leuke tijd hebben gehad, dat het misschien best nog wel een soort liefdesaffaire was. Weet je, dat hoop ik dan altijd. Toen zei die man, nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk, want anders was ze het dorp uitgezet. Maar andere woorden, ze vonden het in die tijd prima als je twee keer verkracht waart. Prima, Barbara, zet hem op. Maar als je het leuk had gehad, moest ze maken dat je wegkwam. Dat is toch verschrikkelijke moraal? Nee, want iedereen zegt altijd, vroeger was alles beter. Hè? Oh, vroeger was alles beter. Ik heb het eens onderzocht met dat programma. Vroeger was niks beter. Niks. We zijn met z'n allen op weg naar een grotere en betere beschaving. Dat geloof ik echt. Er zijn altijd mensen die niet mee kunnen komen. Maar de meeste mensen zijn op weg naar een grotere, betere beschaving. Alles wat gisteren was, is slechter dan wat morgen gaat komen. Daar geloof ik heilig in. Want zo zijn ze ook, weet je, over vroeger altijd. Ja, maar de kunsten waren vroeger ook zo schitterend, weet je wel. Er werden vroeger zulke mooie kunstwerken gemaakt. Ik heb een kindergedicht gevonden uit 1775. Hieronymus van Alphen, de beste man, had een kindergedicht geschreven. De lazen ouders voor op de rand van bed. Gingen ze op de rand van bed zitten bij het kindje. En dan lazen ze dit kindergedicht voor, net voor het slapen gaan. Kindergedichtje gaat zo. Ach, mijn zusje is gestorven. Nog maar 14 maanden oud. Ik zag er dood in het kistje liggen. Ach, wat was mijn zusje koud. Ik riep haar toe, mijn lieve Mietje, 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 maar voor niet. Ach, haar oogjes zijn gesloten, schreien moet ik, van verdriet. Altoos wil ik om haar treuren, bloempjes strooien op het graf. Wenend aan de kusjes denken die mij het kleine meisje gaf. Morgen zal ik, maar voor mij ook, is het gevaar van sterven groot. Gisteren liep zij met mij spelen, gisteren nog, en nu reeds dood. Nou, wel trust, hè?
En ze hadden bij het programma onderzocht dat mijn familie, dus mijn moederskant en van mijn vaderskant, die beide families, die zijn in 500 jaar, niet uit de driehoek, Hilvarenbeek, Moergestel en Tilburg gekomen. Uit de Brabantse Bermuda-driehoek. En dan zijn ze van het programma, elke ochtend zeiden ze van, ja, je moet wel je paspoort meenemen, een koffertje, want misschien moeten we wel naar Engeland, of... Want... Echt verschrikkelijk. Elke dag eindigen ze weer in het archief in Tilburg.